Dus een Afrikaanse vrouw, boegbeeld van de Afrikaanse gemeenschap van Antwerpen, was op 18 september van dit jaar op weg naar een werkvergadering, toen ze slachtoffer werd van een onwaarschijnlijke onrechtvaardigheid. Omdat ze dringend naar het toilet moest, stapte ze in café binnen. Na het toilet te hebben gebruikt tegen betaling van 50 cent, ontstond er een ruzie. De vrouw werd door de aanwezigen in het café beledigd. Ze ontving zelfs enkele rake klappen en kreeg een glas bier over zich heen. Toen de politie arriveerde, werden niet de stamgasten van het café, maar de dame zelf gearresteerd. Ze werd brutaal behandeld door de politiemensen. Eerst in het politiekantoor op de Quintin Matthijsselij, daarna de luchtbal. Zij moest zich uitkleden, werd de trappen opgesleurd, kreeg racistische opmerkingen te verwerken en werd behandeld als een crimineel. Zij probeerde veelvuldig te praten met de politieagenten om haar verhaal te kunnen doen, maar ze kreeg enkel een luid zwijg te horen. De volgende dag wou de vrouw klacht indienen tegen het café en tegen de politie. Zowel op de Quintin Matthijsselij als op de Oud-Daan werd dit geweigerd door de politie. Vervolgens nam de vrouw een advocaat onder de arm en diende ze klacht in bij comité P. Dus eigenlijk nu komen eigenlijk de twee vragen. Is de burgemeester op de hoogte van het feit dat er heel wat signalen zijn van discriminerend en intimiderend gedrag, vertoond door bepaalde mensen binnen de politie? Tweede vraag, zijn er plannen, programma's of trajecten om dit aan te pakken binnen de Antwerpse politie? Ik dank u. Maar op basis van deze cijfers zeggen dat er een enorme problematiek is binnen het politiekorps van Antwerpen. Dat lijkt mij de waarheid nogal fel geweld aandoen. Hè? Er is veel meer grond om volledige tegenovergestelde te beweren en zeggen dat het zelfs eerder een voorbeeldig korps is als u ook rekening houdt met de omvang van de lokale politie Antwerpen, het grootste politiekorps van het land. U zegt nu dat er eigenlijk geen probleem is en u zegt, men spreekt over een cel van diversiteit. En wel, sorry, ik heb daar problemen mee. Hoe kun jij nou een cel van diversiteit hebben als jij ook je korps niet divers is? Hoe kun jij nu, dat pakt mij niet, dat gaat mij nooit niet aanpakken. Op een totaal, dus 2 jaar geleden zou ik zeggen, is er een slecht racisme rapport voor de Antwerpse politie. In het korps, in het Antwerpse korps. Op een totaal van 2200 personeelsleden werken bij de Antwerpse politie nog maar 38 allochtonen. In dit rapport staat genoteerd, blanke agenten van de Antwerpse politie weigeren regelmatig om een team te vormen met gekleurde en die voelen zich gestigmatiseerd. De korpsleiding laat betijen, dat blijkt uit één intern racismeonderzoek. En dit komt niet alleen van mij. Ze krijgen regelmatig te horen dat ze hun job of hun functie gekregen hebben vanwege hun huidskleur. Het rapport zegt ook, het komt regelmatig voor dat medewerkers niet samen willen rijden met hun gekleurde collega. Bijna alle collega's van vreemde origine beweren dat hun klachten door intern toezicht zelden gevolg krijgen. Volgens hen worden klachten in zaken racisme en discriminatie bijna nooit op een serieuze manier bestraft. Zo ontstond bij hen de algemene indruk dat in hun korps alles mag en kan. De onderzoekers trachten ook een beeld te krijgen van hoe blanke agenten aankijken tegen gekleurde collega's. Dat levert enkele opvallende stellingnames op. Zoals, collega's van vreemde origine hebben lange tenen en voelen zich te veel geviseerd. Ze kunnen zelden lachen om racistische getiende moppen en nemen alles persoonlijk op. Ze hebben geen humor. En dan blijft u nog beweren dat er niks aan de hand is. Allochtone politieagent zegt zelf, in de loop der jaren zagen wij veel collega's met een Turkse of Marokkaanse achtergrond komen en snel weer gaan. Dit korps sleept een zekere geschiedenis mee. En dan wil ik nog eigenlijk één ding zeggen. Wij nemen deze triestige zaak heel serieus en zullen er als PvdA Plus erg op toekijken dat dit echt stopt en we hopen dat dit nooit meer gebeurt. Ik dank u.